Here, there ain't no far off. Lisa, there go. Zo, de takken zijn gesorteerd, dus ik heb stapels met brandhout en stapels met hekhout, zeg maar. Het feit is ook, niet alle brandhout ga ik gebruiken voor in de kachel binnen. Ook heel veel brandhout is gewoon voor het kampvuur of wat dan ook, omdat er ook wel zo hout tussen zit dat gewoon slecht is. dat kan ik gewoon eigenlijk niet gebruiken. Dus het wordt lekker selecteren vandaag. Ik heb natuurlijk al dikke hout en het dunne hout geselecteerd, maar nu gaan we ook nog eens een keer. Eerst gaan we de hekken maken en daarna een later stadium, dat kan ook ergens van de winter of zo, heeft nu niet zoveel heel veel haast, ga ik het ook nog allemaal stuk zagen voor brandhout. Dus er liggen 3 grote stapels met takken. En ik ga nu eerst ervoor zorgen dat dat op de hekjes komt bij de moestuin. En dan is dat in ieder geval weg. En dan moet de rest nog gedaan worden. Zo, en hier doe ik even een voice-over, omdat het echt te slecht weer was om te filmen. Het waaide gigantisch en het regende ook nog eens een keer. Dus hier kun je het hek wat ik zo provisorisch gevlochten heb, kun je zien. Het is een stuk hoger geworden, wat echt dus weer beter is tegen wilde beesten, konijnen en ook tegen de eenden en tegen de schapen. Dus je kan wel zien, ik ben heel eind gekomen. Ik denk misschien wel 50 meter aan hekwerk ook weer wat ik heb kunnen ophogen. Ik heb niet alles kunnen doen helaas, maar dat komt later, komt het wel. Alle takken die daar nog over zijn, worden nou nog versnipperd. En hier zie je het uiteinde waar de schapen een beetje verschrikken. Kom maar, Lily. Kom maar, doggo. Goed zo.
Goed, Dennis en ik waren net bezig om natuurlijk buiten bezig te zijn, maar het is nu klaar en het is ook echt super slecht weer. En ik heb een pakketje binnengekregen en dat is wel heel erg gaaf. Dus die ga ik nou even openmaken. Gaan we eens even kijken wat erin zit. En er is een kledingmerk en dat heet Vriestad. En dit kledingmerk maakt dus duurzame kleding, werkkleding ook nog eens een keer. Nou, zoals jullie wel weten ben ik natuurlijk altijd heel erg slonzig gekleed. Omdat ik heel erg tegen ben op het weggooien van kleding of niet duurzame producten. En heel veel kleding is ongelooflijk niet duurzaam. Is echt ongelooflijk slecht voor het milieu. Dus ik gooi niks weg. En ik naai mijn eigen kleding ook altijd. Daarom lopen er ook altijd zo slons bij. Maar moet je kijken. Ik heb nou echt allemaal vette kleding gekregen. Allemaal op mijn maat. Ik heb helemaal zo'n tabel moeten invullen. Met wat mijn maten zijn. Moest ik helemaal mijn borst opmeten. Mijn been. En weet ik van allemaal. Dus ik heb allemaal vette shit gekregen van hun. Die allemaal echt perfect bij mij past. Dus dat is wel heel gaaf. Je moet kijken joh, dat is toch fantastisch. Gewoon mooie truien. Mooie werkbroeken. Het is allemaal op een manier opgevouwen wat ik niet helemaal snap. Maar wel heel erg effectief ingepakt. Zo, moet je kijken hé. Eindelijk een keer goede werkbroek. Maar geen gaten in zitten ook. Dat is ook wat chill, gewoon echt fatsoenlijk. Dus dat is eigenlijk best wel gaaf. Er zit nog veel meer in. Ook nog mooie jacks. Ik hoor je dat zeggen. Kijk hé, super vette werkkleding allemaal. Het voordeel ervan is, hier sta ik dus helemaal achter dit kledingmerk. Omdat het dus gewoon super duurzaam is. Ik heb nog veel meer erbij in zitten. Dit zijn van die kniepads die erin horen. Dus dat is wel heel erg mooi. Ik heb nog meer. Eigenlijk heb ik in principe alles dubbel gekregen. Dus ik heb gewoon 2 volledige sets. En er zit ook nog eens een keer een goede riem bij. Dus dat is helemaal fantastisch. En dat heeft Vriestad mij opgesponsord. Vriestad opgestuurd. En Vriestad sponsort mij dus ook. En dat is eigenlijk wel gaaf. Ik vind het een heel mooi, vet kledingmerk dat duurzaam is. En totaal in het plaatje van mij past. Daar ben ik wel super blij mee. Dus ja, dat heb ik gekregen. Dus... Vriestad, bedankt voor de gratis werkkleding. Hoef ik eigenlijk niet meer helemaal afgewerkt uit te zien. Zo, en wij zitten lekker binnen. Ondertussen is Esra lekker aan het haken. Hey. Esra heeft een nieuwe hobby, dat is haken. We hebben lekker het vuurtje aangestoken. Moet je kijken, dat is toch super lekker. Want we hebben lekker een soort van winterdagje. Het sneeuwt de hele tijd. Super slecht weer. Vannacht weer gevroren. Dus het is weer tijd om rustig aan te doen. Er komt nog een video aan trouwens, want dat wordt de slagvideo. Dus je krijgt 2 video's deze week. Dat is deze normale vlog. En er komt op dezelfde dag, dus ook op zondag, komt er ook een slachtvideo. Maar dat is alleen voor de kijkers die dat leuk vinden of interessant vinden om te zien. Is niet voor de gevoelige kijker. Je gaat bloed zien, je gaat organen zien, je gaat niet zien dat het beest doodgeschoten wordt. Want als ik dat doe, wordt de video namelijk van YouTube verwijderd. Want doodmaken mag niet op YouTube, maar het verwerken van vlees en dat beest wel. Dat is de andere video, die link ik ook nog even in de beschrijving. Ik heb nog veel meer links in de beschrijving. Mijn eigen Patreon, mijn website. Ik heb Insect Heroes er ook nog in staan voor 10% korting. Dus dat is allemaal wel heel erg gaaf. Check die links als je dat wil zien. En ik hoop jullie dan volgende week weer te zien.